Een hele goede morgen, Sander, Zorgen. Ik heb heerlijk geslapen en het is weer een fantastisch dagje. Het is super lekker warm. Ik ga straks sowieso in het zwembad gaan zwemmen. Ik heb hier mijn was. Ik mocht dit bij Bella wassen, dus dat is super chill. Een ontbijtje ga ik waarschijnlijk doen nadat ik een duik heb genomen. En Mono is momenteel in de van Lee. Dus we gaan een keer gaan kijken. Hey! How is it going? Not bad, not bad. I've got a couple of hairy, crazy kids on the bed. Oh, hi. And I'm just, you know, I'm just reveling in Mono. My recent glories. I don't know if you can see this, but my knee is like, wow. It's completely swollen. And and I can't really move my leg. It's like, that's it. That's about the limit. Fuck. And that. Yeah, it's like, it's fucked. It's follado, as they say here in Spain. Hey, come on, Mono. I think he wants to go down. He does, but I'm torturing him. Come on then, monkey boy. Come on. Yeah. Alright. Ik ben ondertussen lekker fris geschoren, jullie zien het. King Alert heeft mij trouwens ook vernoemd op een van zijn laatste video's, de video van gisteren. Dus dat gaan we straks allemaal een keer op het gemak overlopen en bespreken, want er is wel nogal wat gezegd. En check dit, we zijn aan het zwembad, maar dat hebben jullie natuurlijk al lang gezien. En als ik in het zwembad ben, dan gaan we natuurlijk een heerlijke, frisse, ijskoude duik nemen. Joe! Dit zou zo hard worden, yeah. Eigenlijk yo. Oké, super vet. King Alert heeft me een shout-out gegeven in een van zijn laatste video's. Ik zou hier ook van alle negatieve shit over kunnen zeggen, maar ik denk dat zijn bedoeling is om mij erop te wijzen dat mijn beschrijving in de Patreon niet kan. Want als je zelf begint over donaties of Patreon of wat dan ook, iedereen weet. En dat heb ik ook altijd gezegd, als ik ooit geld genoeg verdien via een sponsor, via YouTube money, via gelijk wat, dan heb ik die shit niet eens niet meer nodig. Dus ja, Patreon is nu iets dat veel artiesten gebruiken en uiteindelijk heb je exact hetzelfde op YouTube. Er is geen verschil. Het enige verschil is, Patreon neemt een klein percentage weg van het geld dat gedropt wordt en YouTube neemt de helft weg. Dus als je lid wordt op YouTube, kan je ook homie worden. Stoked homie, super stoked homie. En uiteindelijk betaal je evenveel per maand. En dat is een functie van YouTube zelf. YouTube doet dat niet voor niks in het systeem. Of ja, hoe moet ik het gaan zeggen? YouTube heeft niet voor niks die functie in het systeem. Die is niet omdat dat absurd is ofzo. Daar is effectief onderzoek naar gedaan voor professionals. En als er iemand een eurotje per maand wil geven aan een YouTuber, dan is dat nu gewoon eenmaal zo. Dat is gewoon zo. En ik weet, er zijn in Nederland YouTubers die bakken geld verdienen. En dan nog gaan ze superveel geld verdienen met die donaties. Ik heb al donaties gezien in één keer waar dat ik 3 maanden van kan leven. Dus ja, ik zou niet weten waarom dat ik dan zo gezegd een of andere geldwolf ben. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat hij me een shout-out heeft gegeven. Want die ziet wel dat ik niet echt iemand ben die uit is op geld. Dit is eigenlijk juist het omgekeerde van wie dat ik ben. Ik heb mijn ouders vroeger nog weten uit elkaar gaan. En geld is daar echt wel het grootste probleem geweest. Dus ja, dat draait niet meer om liefde. Dat draait allemaal om geld. En ik weet, geld is vergif. Als je te veel geld hebt, kan je ook veel geld verliezen. En de angst om geld te verliezen maakt je ongelukkig. Dat is gewoon zo. Dat is hoe dat het leven werkt. Hoe meer dat je hebt, hoe meer dat je kan verliezen. Hoe minder dat je hebt, hoe minder dat je kan verliezen. Het is misschien wel allemaal makkelijk gezegd, maar dit is toch mijn visie.
ik ga sowieso een keer met die een dude DM'en. En als die me zegt dat ik een sponsor zou kunnen fixen, dat zou zo vet zijn, niet normaal. Dus ja, dat is altijd mijn droom. Maar we zien wel, we gaan met de flow. Ik besef echt wel hoeveel werk dat YouTube is. En King & Light zei ook van ja, het is een hobby, dit en dat. En als het je werk is, is het verschillend. Maar ik werk hard voor YouTube, maar ik ga het altijd een hobby noemen. Want het is gewoon een hobby. Het is gewoon iets dat ik leuk vind. En sommige mensen die hard genoeg werken voor hun hobby, met de nadruk op werken, die kunnen van hun hobby hun beroep maken. En op dat moment is dat nog altijd je hobby. Ik heb ooit zo'n scène gezien van Jamie Lee. En die was zo aan het filmen en dat mocht niet en dit en dat. En uiteindelijk gaf ze zo'n opmerking van holy shit, dat is wel mijn werk, blablabla. Bla, bla. Ik heb dat op een video gezien van Nathan Acid. En dat is echt fucked up. Je kan dat echt je werk niet noemen. Dat is arrogant. Dat is net zoals in BMX. Ik heb ooit nog gebmx'd en ik had een topsportstatuut, dus ik verdiende daar geld mee. Ik verdiende daar zelf goed geld mee. En op dat moment dat je in die positie bent, dan kan je echt je hobby, je passie, je kan dat niet je werk noemen. Want dat is gewoon hetgeen dat je graag doet, sowieso. Ik denk dat het pas je werk is als je het niet meer raar doet. Of als je van alle video's moet doen of jezelf verplicht te doen dat je niet raar doet. Dus dat is hetgeen dat ik ervan denk. Ik heb er voor de rest eigenlijk niet veel op te zeggen. Misschien dat ik mijn beschrijving wel ga aanpassen op Patreon. Dat is trouwens ook een beschrijving van een paar jaar geleden. Ik had dat nog nooit aangepast. Dus bij deze, op dat moment was ik misschien nog iets hongeriger naar geld. Dat waren waarschijnlijk de tijden dat ik over het hekken sprong in de Carrefour met een grote rugzak. Ik heb dat natuurlijk nooit gefilmd, maar ik ging toen altijd gewoon in de vuilbakken achter eten. En dat is niet de echte vuilbak, dat is letterlijk gewoon hetgeen dat ze wegsmijten, dat de dag zelf over de datum gaat. En dit noemt dumpster diving. En dat ik vroeger altijd. Dus ja, dat is ook wel iets om eventjes gewoon bij na te denken. Ik ga gewoon met de flow, ik doe gewoon wat ik wil. En we zien wel waar dat we uitkomen. Wow, super chill. Ik ga hier nu lekker editen, lekker chillen. En ik zie jullie later. Joe! Ik heb ondertussen al mijn spullen laten opladen. Ik heb ook de was ingestoken, maar ik ga waarschijnlijk 2 wasmachines nodig hebben. Check dit. Hoppa. Deze was gaat nu beginnen. Oei, ik heb blijkbaar nog niet op start geduwd. Oké. Ik hoop toch dat dat gaat werken. Oei, oei, oei. Ik moest die wasmachine op mix zetten. Dit is het goede, maar het begint maar niet. Oké, let's go. Yes. Het slot is gelokt. Oké, nu gaat hij beginnen. Sowieso. Dus ik ga dat waarschijnlijk in 2 keer moeten doen. Maar dat komt allemaal goed. Ik ga ook dat niet hier laten drogen, maar ik ga dat in de droogkast laten drogen. Want ik heb geen 1 onderbroek niet meer. En ik moet mijn nieuwe onderbroeken ook testen als ze sterk genoeg zijn voor in de droger te gaan. Als dat zo is, dan kan ik achter nieuwe gaan. Als ze te veel krimpen, dan ga ik ze 100% zeker skippen. Oké, ik ga eerst lekker een beetje maken. Daarna een video editen, want de video wordt langer dan 30 minuten, dus we hebben wel wat werk. Yo! Het is niet normaal hoe warm dat het is vandaag. Het is net zomer. Het is iets van 17 of 18 graden. Check het zonnetje knallen. We zijn hier aan de Caprabo. En dat wil zeggen dat we mijn was gaan drogen. Ik ga dat daar in de droogkast steken. En in die tijd een keer op het gemakje richting de Carrefour of zo. Ik heb wel zin om iets te eten, want ik heb wel iets gegeten bij Bella, maar niet zoveel. Dus we gaan sowieso nog lekker genieten van iets lekkers. Yo! Ik kon het echt niet meer weerstaan, dus ik heb een lekkere sushi gekocht. En als jullie die video's kijken, dan weten jullie dat dit mijn favoriete is. Hey, check dit. Dit moet nog 20 minuten gaan. En ik ben op een idee gekomen dat ik al eventjes in mijn hoofd heb, maar ik vergeet het altijd
uit te voeren. Ik wil zo een soort van oplaten doos maken voor al mijn grief. Nu moet ik zo alle kabeltjes apart meesleuren. En het zou zoveel chiller zijn moest ik gewoon één box hebben. Of een bepaald systeem dat ik gewoon één iets moet meenemen, dat kan inpluggen. En uiteindelijk gewoon alles kan opladen. Nu zit dat allemaal in één zak. Maar ik zou dat iets properder willen. Want ik moet elke dag, of om de twee dagen alleszins, die kabels zo in en uit elkaar rafelen. En ik ben het beu. Dus we gaan richting de Chinese shop. En we gaan een keer gaan checken hoe dat we dat gaan oplossen. Joe! Dit is de zak waar ik het over heb. Hier zit alles in. Hier zit zelf nog mijn toiletzak in. Dit is mijn tasje met mijn camera. Dit is mijn tripod. En dit zijn alle kabels. Dit zijn alle kabels. Check dit. Dit is zo onhandig. Niet normaal. Dus we moeten een oplossing fixen. Sowieso. Ik ga lekker van deze sushi genieten. En daarna richting de Chinese shop. Er is hier blijkbaar nog één. Jullie kennen de classic Chinese shop. Maar ik ga een keer naar die andere. En het schijnt hier ergens achter zou het er nog één moeten zijn. Hij zou achter de Lidl moeten zijn. En de Lidl is die kant uit. Dus we gaan dat sowieso gaan checken. Joe! Oké, dit gaat zo goed smaken. Een beetje wasabi erbij. En check me hier zitten. Hey. Net niet in het zonnetje, want mijn bus blokkeert het. Maar het is zo heerlijk. Yes. Lekker genieten. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten. Of aan het eten zijn. Dit is dus het grote probleem waar dat ik elke dag mee zit. Ik heb uiteindelijk deze doos gekocht. Ik ga ervoor zorgen dat er hier één kabel ingaat en dan er hier verschillende kabels uitkomen. Dus dan hebben we normaal gezien minder knobbels en daar kijk ik echt naar uit. Het is de eerste keer dat ik voor een doos betaal, maar het is een stevige doos. Het is karton, maar het is net geplastificeerd, dus dit is wel goed. Het was €4,50. Hoppakee. Oké, ik ga dit proberen fixen. Ik heb hier plakband, ik heb ook een mes. Dus het komt allemaal goed. Let's go. Ik heb er uiteindelijk toch voor gekozen om gewoon alleen maar de stroom te laten toekomen, want check dit, het was super sketchy om hier een gat in te maken. En ik dacht, het is handiger als ik gewoon alles van in de box laat opladen. Dus ik heb alles ingebouwd. Jullie zien hier de USB-poort, hier komt de stroom toe. Ik heb ook nog een plaatje voorzien voor mijn laptop. Check dit. Hoppa, deze sluit ik gewoon zo aan en dan doen we zo. Yes, dan kan het deksel nog op de doos. Hier hebben we mijn camerabatterijen en ik denk dat er niet veel aan uit te leggen is. Jullie zien het. Dit is voor mij echt wel structuur, want vroeger was het zo'n warreboel. Dit gaat zoveel halen. Waarschijnlijk gaan er nog altijd draden in de knoop geraken. Dat gaat nu gewoon in de box gebeuren, maar veel minder. Een box is iets dat je gewoon verplaatst en als ik dat allemaal in een zak steek, door een of andere reden krult dat allemaal samen en wie daar een bureau heeft met kabels door elkaar, die gaan wel weten wat ik bedoel. Dus dit is super nice. Check dit. Dikke structuur. Ondertussen gaat mijn was klaar zijn. Dus ik ga eventjes mijn was gaan halen. Dat is trouwens gewoon daar. Yes, ik ben eindelijk terug in de bus. We zijn ondertussen 10:00 s'avonds. Ik heb daarnet gaan editen in de Bocato bar. En mijn concentratie viel weg. Ik ging er heel de tijd van tussenuit. Ik kon niet meer snel editen. Alles was wazig. En dat komt gewoon omdat ik in de laatste 13 dagen 26 video's heb gemaakt. Zonder dat ik stroom heb in mijn bus, dus ik moet altijd ergens ter plaatse komen op locatie om dat te fixen. En ik moet dan nog mijn hele dag die vlog filmen en zorgen dat het gewoon een leuke vlog wordt, want je moet die camera ook overal meenemen en bla bla bla. Ik praat niet alleen maar tegen de camera, ik maak ook b-rolls en al die dingen, maar ik doe dat graag.
Maar de laatste 26 video's die ik heb gemaakt, de laatste 13 dagen, dit is er gewoon over. Dit is niet helemaal. Ik dacht dat dat meeviel, zo 2 video's per dag. Als je dat 3 dagen doet, valt dat mee, maar dat begint allemaal op te tellen. Dat begint allemaal op te tellen en dan opeens, fuck. Het is echt hard. Mijn clips staan ook altijd door elkaar, dus ik moet die Engelsen eruit gaan wissen, ik moet die Nederlandse eruit gaan wissen. En uiteindelijk, de datum van deze camera komt niet overeen met de datum van mijn GoPro. En ik moet echt alles altijd heel goed rangschikken. En dat vraagt veel tijd, dat vraagt veel werk. En ik kan je verzekeren, het is veel werk. Maar ik doe het graag. We gaan eventjes de Engelse vlogs stilleggen. Eventjes ermee stoppen. Het is nu de 13e video. En ik denk dat ik geen vlogs niet meer gaan kopiëren. Dat is niet nice, dat is niet organic. Dat voelt niet goed. Op het begin ging dat wel. Ik deed gewoon het Engelse stukje opnieuw. Maar het is niet mijn ding, ik voel het. Het is niet mijn ding. Ik ga proberen om bepaalde content te brengen op mijn tweede kanaal dat ik niet op dit kanaal breng. Ik weet nog niet wat. BMX downhills, street sessies met de GoPro, zo van die vette lines en al die shit. Dat komt er waarschijnlijk sowieso op. Maar voor de rest moet ik nog alles een keer op het gemak bekijken. Maar we hebben tijd, we knallen sowieso bunny vlogs. En we genieten van het leven, that's it. Maar ik voel nu eventjes wel van, holy shit, als ik dat nu nog 10 dagen doe, dan is het gewoon gedaan met mij. Dan heb ik echt een dikke burn-out. Zo hard voelt het. Dus dat is wel nice om jezelf een keer naar je grens te brengen en dan een paar stapjes terug te brengen. Want binnenkort beginnen we ook te werken en we moeten toch wel een stapje terugzetten. En de Nederlandstalige vlogs, die mogen er ook niet onder lijden. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd, maar ik voelde het wel aankomen. Ik voelde het wel aankomen. Dus we gaan eventjes de Engelstalige vlogs stoppen. Alles voor de homies, sowieso. Ik heb echt een goede vooruitzicht. Ik ben heel gelukkig. Ik ben stoked. Tony komt waarschijnlijk ook. In de zomer, ik heb nog zoveel plannen. Eerst een beetje geld sparen, dan naar daar, dan naar daar, dan naar daar. En ik hoop tegen juni, juli terug richting België en een mega vette zomer te doen. Dus dat moet ik nog allemaal een keer bekijken, maar de zomertour, daar heb ik zoveel zin in. Echt waar, dat was zo fucking nice. Heel vet. En dat hele King Alert gebeuren, dat heeft mijn energie ook gewoon leeggezogen. Dat is gewoon zo. Dat heeft mij leeggezogen. Ik heb berichten gezien, ik heb berichten geantwoord. Ik kreeg opeens die video, ik zag mezelf dan, wow, yo. Dat heeft mijn energie leeggezogen. Ik ben er echt niet gewoon om zo in die community te zitten, zeker niet zo benaderd te worden, dus voor mij is dat wel eventjes heftig. Ik denk dat het ook de eerste keer is dat dat gebeurt. Mijn ruit is hier trouwens ooit een keer ingeslaan, dat is totaal niet op King Alert gekomen. In mijn ogen het gekste nieuws in de Nederlandstalige Vlaamse community, weet ik veel wat. Ik heb nog nooit iets gekker gehoord dan iemand die in zijn busje ligt te slapen en een dude dat gewoon de fucking ruit kwam ingooien. En dat is nooit op King Alert geweest. Dus ik vind het ook allemaal een beetje vaag. Dus ja. In ieder geval mensen, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Zoals elke dag om 5 uur. Peace out. Ciao. Yo.